Hi YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Tandes opent met weer een mystery beer. Een van de mystery beeren die ik mocht ontvangen van Corné. Stuurde een hele mooie doos vol met mystery beren en nog een paar andere dingen. Maar de hoofdtoon lag op mystery beren. En ja, jullie kennen het verhaaltje zo langzamerhand. Ik kan het nog wel een keer uitleggen. Jullie sturen mij bieren. Leuk verpakt. En ik moet zien te achterhalen wat er eventueel in het glas zit, in het flesje, in het blikje, waar het dan ook uiteindelijk in komt. Ik denk dat ze nog steeds de populairste video's zijn die ik maak. En ik vind het altijd heel leuk wanneer mensen opsturen. Dus dat is altijd een bonus. Geeft heel eerlijk toe. Het is altijd een kick als ik ineens weer een berichtje krijg en iemand zegt, joh, ik vind je video's heel gaaf, wil je graag wat sturen? Dan denk je, wauw, tof. Had ik nooit verwacht toen ik meer dan 6 jaar geleden met het kanaal begon. En in de tussentijd, ik heb op een kleine, korte periode na, heb ik eigenlijk sinds dat ik begon met mystery beren, nooit zonder mystery beren gezeten. En ik zit nu denk ik ongeveer tot juni, ongeveer goed. Mocht je nou denken, hey Thomas, ik wil jou ook eens een keer met mystery beren sturen, onder in de omschrijvingbox, hè, links naar alle social media, kun je hem altijd een keer wat opsturen. Ik ben heel benieuwd. Het vorige mystery beren dat ik gisteren gefilmd heb, dat was wel een dingetje, want die had ik eigenlijk veel te koud. Maar ja, dat is altijd het probleem met mystery beren. Ik weet natuurlijk niet wat erin zit en op welke temperatuur ze het beste gedronken kunnen worden. Dit schenkt het vorige mystery beer van René, was een bok. En als ik dit zo zie, is dat eigenlijk ook zo'n beetje het eerste wat ik wil denken. Alleen, hij is wel heel, de kleur klopt voor een bok, alleen hij is wel heel erg helder. Er zitten wat floaties in volgens mij. Ik zie het een en ander ronddwarren. Oh, nee, valt mee. Ik dacht dat ik wacht zou ronddwalen. Niet veel schuimkraag. Was ook niet echt een flink sissje tijdens het openen. Als ik hem een klein beetje draai, komt er weer een klein beetje schuimkraagje terug. Het zou een bok kunnen zijn. Een goede bok is natuurlijk een onbegistend bier en vaak ook helder. Het zou qua kleur ook nog richting een Vienna Lager kunnen gaan. Maar misschien hebben we het wel over iets richting heb ik nog nooit gehad, maar dat is in Engeland heel populair. Volgens mij klopt dat wel een beetje qua kleur. Mild. We gaan het zien. We gaan het zien. Qua wat ik in het glas heb zitten is, wil ik heel erg denk, richting een bok gaan denken. Maar goed, het kan natuurlijk nog van alles en nog wat zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Corné heeft in het verleden een paar echte curveballs gestuurd qua bieren. Dat ik echt dacht, nou, dat moet dit en dit zijn. En het was praktisch niet te raden. Zo bijzonder dat je denkt, nou, daar kom je eigenlijk nooit op. Dus we gaan zien wat dit doet. We beginnen met even kijken naar de neus. Dankjewel voor het opsturen van de biercorné. Ik krijg wat barrel age vibes. Er zit behoorlijk een zoetje aan. En een heel bekend geurtje. En ik heb ooit een keer eerder heb ik een combinatie gehad tussen een Braggot. Dat heb ik al een paar keer gehad in het verleden. Maar ik heb hem ooit een keer opgestuurd gekregen als een mystery beer. En er zitten hier wat vibes aan. Dat moet ik denken aan een Braggot. En een Braggot is een blend van mede en bier. Een echte mede die heeft helemaal geen koolzuur. En een Braggot kan dat nog wel een beetje hebben. Vaak ook niet heel veel. En ik kom hier wat terug in de neus dat me heel doet denken aan honing, aan mede. Er zitten wat barley wine vibes aan. En om een of andere manier wil ik ook zeggen dat het richting een misschien zelfs richting een rye wine gaat, richting een roggewijn. Maar ook zitten er wat dingen aan die een beetje een barrel age vibe geven. Een beetje richting iets van dat eiken en een beetje boozy. Maar goed, dat boozy, een mede is vaak hoger in alcohol. En dat wordt ook regel 9 van de 10 keer met een hoog alcoholbier geblend. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat we hier praten over een Braggot. Of een Braggot, ik weet niet hoe je het wil uitspreken, maar ik zeg altijd Braggot. Veel van die honing, dat kruidige, een beetje tijmachtig. Er zit in de verte iets dat een beetje zelfs een spicy toon heeft. Maar dat kan ook wederom rogge zijn. Nu ik Braggot in mijn hoofd heb, is dat alles wat erin blijft zitten. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben trouwens. Maar er is buiten is iemand aan het schuren. Ik hoor het heel ernstig. Ik weet misschien dat jullie er niks van merken. Maar het stoort mij mateloos. Maar goed, kan ik niks aan doen.
toch zegt er ook aan de kleur iets, wil mij iets ook zeggen dat het misschien wel een barrel-aged barley wine kan zijn. Richting een bourbon barrel-aged barley wine. Want er zit een vibe aan die me ook het zoetje, het zwoele karakter van bourbon meegeeft. Maar toch blijf ik bij Bracket vastzitten. We gaan eens even een slok nemen, kijken wat er meer duidelijkheid geeft. Corné kerel, dankjewel. Nee, dat is niet een bracket. Het is overduidelijk iets barrel-aged. En ik wil zelfs zeggen, er zit een hele stevige bitterheid aan, maar ook een wat wrangere toon. Ik wil zeggen dat dit iets is dat op een wijnvat heeft gelegen. Ik wil zeggen dat dit op een rode wijnvat heeft gelegen. En dat we praten over een rye wine. We praten over een rye wine van om en bij 11 tot 11,5%. Waar dat, die honing zit er in de neus nog steeds in. In de smaak krijg ik het minder. Nee, dit kan geen bracket zijn. Dat is toch overduidelijk voor mijn gevoel wat ik me ervan herinner anders. Ik krijg echt het droge, spicy karakter van rogge. Ik krijg heel erg veel iets dat me gewoon het gevoel geeft van dat we praten over een wat straffere rode wijn. Ja, moet bijna wel. Het moet bijna wel. Ik zou zelfs bijna willen zeggen welk bier het is. Ik ben er namelijk van kwijt, maar de Van Mol heeft een hele mooie. Die is ook alweer een tijdje op de markt hoor. Die is alweer bijna 2 jaar oud. Maar een hele mooie rye wine gelegen op rode wijnvaten. En daar doet hij me wat aan denken. Dat is datzelfde. Het is echt wel rond de 11,5% dit. Er komt een tikje boozy over. Misschien zelfs een combinatie van rode wijn of nog iets. Waar ik in het begin met die honing kwam, weet ik echt niet meer. Want nu ik hem geproefd heb en terugga naar de neus. Het is nog wel een wat zwoel, zoet karakter. De kruidigheid zit er nog steeds in. Ik moet even trouwens heel eerlijk toegeven, jongens. Ik heb een week vrij achter de rug. En ik ben bijna de hele week gewoon ziek geweest. Ik ben zo stront verkouden geweest, dus ik weet niet wat. Ik ben er nog steeds wat. Dus het is nog niet helemaal on point, mijn proeven. Ja, ik zeg een 11,5 sterke roggewijn, rye wine. Op een rood wijnvat. Maar goed, zoals ik al zei. Cornelie heeft in het verleden een paar bieren gestuurd. Die echt, waarvan ik echt dacht, nou, het moet zoiets als dit en dit en dit en dat en dat en dat zijn. En dat was compleet wat anders. Ik ben benieuwd dat als ik de rest erbij ingooi, wat er dan gaat gebeuren. Nou, het wordt niet per definitie echt veel troebeler. Dus dat, het is niet alsof er een stevig sediment onderin zit of zo. Had ik ook niet echt verwacht. Het is wel. Er zit een geurtje aan. Jongens, we kunnen er omheen lullen, maar het is misschien niet de spannendste die ik ooit gedaan heb qua mystery beer reviewen. Ik zat even heel erg fout met het bracket verhaal. Ik hou het op. Een 11,5% sterke rye wine op rode wijnvaten. En misschien een sterker nog wel die van Van Mol. Ik ben de naam ervan kwijt, maar als dat hem is, dan vind ik dat ik het best netjes gedaan heb. En dan blijkt het straks een triple te zijn die op iets gelegen heeft met dat het wat verkleuring geeft. Of dat het iets heel erg oud en geoxideerd is. Maar als ik ook kijk naar de binnenkant, nee, dat is niet heel oud. Leek mij niet heel oud. Kak, een stukje papier. We kunnen kijken of we iets kunnen vinden hier richting. Best before 05, 04, 05. Nee, er is een stukje van de cijfers zijn er weg, dus nee, het is niet heel oud. Heel benieuwd. Ik zit waarschijnlijk compleet verkeerd.
Ik was al heel erg lang heel erg benieuwd naar dit bier. En ik heb hem helaas niet gekocht. Ik moet één ding weten voordat ik laat zien wat het is. Er zit hier dus echt absoluut gewoon geen rog in, hè? Het is Poyala's en Weihestefanes Zeit. Het is een barrel-aged wheat wine. Een barrel-aged, een tawny, ruby en white port barrel wheat wine. Wat is het alcoholpercentage? 12%. Waar komt dat drogere, spicy karakter dan vandaan? Mijn ervaringen met wheat wines gaan alle kanten op. En het is niet mijn favoriete bierstijl. Ik heb er een paar gehad die ik leuk vond. Maar over het algemeen vind ik het net even wat... Ze zijn een beetje weird and out there, om het zo maar te zeggen. Ik vind het een heel geinig bier. En ik vind hem per definitie ook zeker niet slecht. Maar ik weet niet of het helemaal mijn ding is. Het tarwekarakter haal ik er niet heel erg uit, moet ik zelf persoonlijk zeggen. Want ik zei, het ging echt richting het roggen voor mij. Droog en spicy. Ik vind ook dat er een stevig kruidenrandje aan zit. Het portverhaal, ja, het verklaart het een en ander waarom je richting het rode wijn ging. Een wat straffere rode wijn. Het is natuurlijk een beetje aan elkaar gerelateerd. Het is al twee druivenproducten, alleen een port is natuurlijk heel wat anders dan een wijn. Het is een versterkte wijn. En nu ik het zo proef, snap ik het. Alleen ik haal het tarwekarakter er gewoon niet echt uit. Het is voor mij echt een stuk droger en wranger. En dat komt misschien wel ook door de ruby vaten. Het geeft het misschien ook dat wat zoelere karakter. Of portvaten, geeft het wat zoelere karakter mee. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan vind. En misschien dat het daarom ook wel heel gaaf is dat ik hem blind proef. Want ik zou hem waarschijnlijk omdat de Poyala en... is het trouwens ook iemand bezig geweest met een waxlaag ergens afhalen? Want volgens mij komt dit bier, zoals alle Poyala bieren, altijd met een waxlaag, toch? Alle Poyala Cellar Series hebben voor zover ik ver weet altijd een waxlaag erop. Dus heel goed gedaan, Corné. Ik vind het zeker een geinig bier. Ik vind het een interessant bier. Ik vind het ook niet per definitie vies of iets dergelijks. Alleen het valt net niet helemaal in het straatje waarvan ik echt zeg, hier word ik wild van. Het bier is niet uitgesproken complex voor mijn beleving. Misschien drink ik hem ook iets te koud nu hoor, dat het is. Maar het is zeker een gentle sipper. En ik moet zeggen, stel je voor, ik zou hier wat... ik zou dit een en waarschijnlijk ook door de port barrel aging. Ik zou dit wel een heel mooi bier vinden om bijvoorbeeld bij een charcuterie board. Weet je, een cheese board met van alles nog een paar mooie kazen. Wat gedroogd. Ik vind altijd... Ik haat de term droge worst. Want dan denk je natuurlijk... En ik hou van een hele mooie klassieke Drentse droge worst. Een Groningse droge worst. Maar ik denk meer aan richting als een goede fuet. Dat soort dingen. Weet je, de echte klassiekers. De echte wat... Ja, artisanale, hoe je het wil zeggen. Maar ook weer dingen als mooie gedroogde ham. Een beetje prosciutto. Eventueel wat schinken of dat soort dingen. Wat vruchtjes, wat fruit, dat soort dingen. Wat je zoals druifjes, dadels, dat soort spul. En daar zou dit geweldig mooi bij passen. En dan zou die ook heel goed tot zijn recht komen. Maar zo aan zich... Ik vind hem erg geinig. En ik heb er ook geen moeite mee om het op te drinken. Maar ik word er minder lyrisch van dan ik verwachtte dat ik zou zijn. Toen ik voor het eerst hoorde over dit bier. Maar ik vind het wel heel gaaf dat je me hebt opgestuurd, Corné. Want ik was er dus al een tijdje nieuwsgierig naar. En wederom, een barrel-aged wheat wine, een tarwewijn, is nog niet iets dat echt bij ons in als bierdrinkers er zo in zit. Dat het een stijl is waar we heel erg aan denken. Een rye wine, misschien al net wat meer. Maar wheat wine is wel in dat opzicht een wat up-and-coming dingetje. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe deze straks over een uurtje is. Als die ietsje meer opwarmt. Nu ik het lees, snap ik het. Maar toch, als ik eraan ruik, denk ik dat is roggen. Ja. Een heel tof bier in ieder geval. Echt wel een heel tof mystery bier, absoluut.
En dat was het voor deze review. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox doen we even links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective en link naar mysterybeer.nl. Corné, nogmaals hartstikke bedankt. Laat wat comments achter. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.